Dit is de nog lang niet afgelopen serie. Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Met in de hoofdrollen Rob de Nijs als Bertram Bierenbroodspot, Loekie Knol als Lidwientje Walch, Ab Hofstee als Hildebrand Brom, Martin Brozius als Arnoud Koffij en het kinderkoor Henk van der Velde als de kinderen van Hamelen. Nou en, dan ben ik groot en jij bent klein. Nou, wat dan nog? Maar als het nou eens niet meer goed komt... Niet meer goed komt, natuurlijk komt het goed. Ik vind je trouwens erg lief zo, hoor. Heel grappig. Ik wil niet grappig zijn. Ik wil je vrouw zijn. Zodra je weer groot bent, hebben we het er nog wel eventjes over, hè? Ja, maar nou eventjes in ernst. Eventjes in ernst, mens van brood. Broer, wij bevinden ons op het ogenblik in een ernstige situatie. Die kermis te warm moet men niet te licht nemen. Is het dan niet een plezierige kermis? Nee, in de volksmond wordt het ook wel de koude kermis genoemd. Het is een soort pretpaleis van Augustijn en Ranonkel. Dat zijn twee faunen van laag allooi. Hè? En zij verkopen plezier voor veel geld aan de rijke adel. Oh, dat is een dure kermis. Ja, correct, ja. Weinig bezoekers dan? Ja, niet veel, nee. Nee, zij ontvangen alleen maar op introductie. En zij die kermis willen bezoeken, die moeten een certificaat hebben, getekend door een voorgaande bezoeker. En veel geld, ja. Ze verkopen plezier, hè, zegt u. Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, wist ik dat maar. Maar zij die op bezoek zijn geweest, die spreken van, van iets geweldigs. Ja, toch, hè, als dat hoofd van Jutta tentoongesteld wordt, dan moet er toch iets niet kloppen. Ja, correct. Ja, zeer correct, ja. Niet waar, Bens Lidwientje? Je bent prachtig. Oh, hou op! Nooit. Dit is nou de derde schaal brood die ik voor Hildebrand heb klaargemaakt. Daar is niet even op te werken. Hij stopt ze in zijn holle kies. Gelukkig dat Bertram 's ochtends niets eet. Die wil mooi blijven. Slank. Eet niks, hè? Maar drinken, nou, dat doet hij wel. Nou, toch de moeite waard. Wat? Klein zijn. Je moet alles één keer gedaan hebben, zei mijn grootmoeder. Gedaan hebben, ja. Maar wij zijn er volop mee bezig. Nou, er zijn een paar mogelijkheden. Twee, liever gezegd. Of we gaan op bezoek bij prins Storm en prinses Madeleine. Of we bijten van ons af. En we zitten hier bij de pakken neer. Ja! Dan zijn er nog twee mogelijkheden. Of we bijten de kant van Graspuit. Hè? En we gaan koningin Rins aan de tand voelen. Want Jol heeft van koningin Rins die onware verhalen over ons gehoord. Ja, of we halen onze schouder erover op en we gaan naar de aardmark van War. Waar Jut het hoofd boven water probeert te houden. We kunnen eerst veel beter naar Jut in War gaan. En daar eens kijken hoe alles in zijn werk gaat. Naar Jut dus, hè? Een War gaan bezoeken. Maar hoe? Ik bedoel, hoe dienen we ons aan als bezoekers met veel geld? We hebben geen introductie. Jules plan. Hè? Als kermisklanten. Jij en Hildebrand. En dan zijn wij de attractie. Het kleine paleis. Dat kunnen wij toch ook? Bij Pan, dat zou ik de Hare Majesteit met tact moeten mededelen. Met veel omzichtigheid en veel beleid. Bij Pan, Bambergen, een attractie. Nou? Niet slecht. Jij beslist. Wij zijn een weinig nerveus. Wij hebben nog haast nimmer gevlogen. Haast nooit? Ook niet gewoon op kamerbreed? Of in een pompoen? Of op een bezem? Of gewoon in een koffer? Dat is toch het minste? Wij hadden onze gezanten daarvoor. Vorsten reizen niet veel. Zij zijn honkbewust. Bovendien is het niet zeer rijksveilig. Oh, ontzettend safe. Vliegen is veilig hoor. Een straat oversteken is gevaarlijker. Ja, met al die hooiwagens. En ruiters van rechts. Ik zal even uw kroon pakken. Oh, nee, laat het maar. Doe de grote kroon maar meteen in de reiskist. Wij dragen geen vol ornaat in het ruim. Wij dragen ons vliegtenu. Van ochtend rood-roze, afgezet met wolkenwit. Een geschenk van mijn moeder toen ik koningin werd. Wij hebben het nog maar zelden hoeven dragen, maar dit lijkt ons een moment. Maar we blijven toch gewoon binnen? We staan alleen toevallig op kamerbreed. Maar verder gaat het leven gewoon door.
Maar wij vliegen. Hoezo een rustig plekje? Hoezo onder vier ogen? Nou, gewoon. Gewoon, ik wou graag haar onder vier ogen spreken. Ik bedoel, juffrouw Jul. Ah, dat begrijp je toch wel? Je bent een vriend van me. Al die kinderen in het paleis, nou, daar ben je nergens veilig voor. Ja, maar wat moet je juffrouw Jul dan vragen wat de kinderen niet mogen weten? Nou, gewoon gezellig even een babbeltje. Ja, maar je hoeft toch niet meteen van de hoed en de rand te weten? Ja, maar ik begrijp niet waarom je mijn hoed nodig hebt. Nou, kijk, als je die hoed nou achter op het kleed plaatst, hè, dan gaan wij er gezellig onder. Want ik weet dat er een mottengaatje in zit, dus het is er niet donker. Nou, het is dan ook lekker beschut tegen de wind. En dan gaan juffrouw Jul en ik gaan gezellig met z'n tweetjes van gedachten wisselen. Dit is het eigenaardigste wat ik ooit meegemaakt heb, hoor. Maar jij wisselt me ergens anders. Want ik heb toch een zo gauw kou op mijn hoofd. Hé, maar wat doe je nou? Moet ik soms vallen? Daar gaan we! Naar de kermis! In een luchtkasteel! Met een reus die we kennen. Ja. Bertram! Omdat ik haar te boven ga. Ze heeft het mij nou al zo vaak gezegd, zodat ik echt geloven ga. Mijn allerliefste in haar luchtkasteel zegt dat ik haar ontgroeien zal. Wanneer ze mij niet met iets boeien zal. Maar liefje echt, dat doe je al. Liefje, ik pas niet in je luchtkasteel, maar ik kan achter liggen wachten bij je raam. Liefje, ik pas niet in je luchtkasteel, maar ik heb prettige gedachten bij je naam. Weet dat ik aan je voeten lig, hoe klein je ook nog wordt. Het geeft niet hoeveel ik krijgen zou, het hele heelal behalve jou. Altijd kom ik jou tekort. Ik ben de prins van weet ik veel, die wacht tot jij mijn taak oplegt. Die als je dat zou vragen blij oprecht. Met hele kleine draakjes vecht. Liefje, ik pas niet in je luchtkasteel, maar ik kan achter liggen wachten bij je raam. Liefje, ik pas niet in je luchtkasteel, maar ik heb prettige gedachten bij je naam. Weet dat ik aan je voeten lig, hoe klein je ook nog wordt. Het geeft niet hoeveel ik krijgen zou. Het hele heelal, behalve jou, altijd kom ik jou tekort. Met jou bouw ik mijn luchtkasteel, mijn allerliefste zucht te veel. Ik ben de prins van weet ik veel. Ik neem het leven luchtig, heel luchtig, heel luchtig. Met jou bouw ik mijn luchtkasteel. Mijn allerliefste zucht te veel. Ik ben de prins van weet ik veel. Wat zegt de man? Wat zegt de man? Attractie? Bamberg aan de sneeuwvijver te kijken op de kermis? Moment, majesteit. Niet te schielijk in drift, hè. Bertram, ze is vergramd, het zijn u reeds. Mens Bertram gebruikt slechts een list, zegt dat het een list is. Ja, majesteit, we spelen alleen maar een slim spelletje, meer niet. We doen maar alsof we kermisgasten zijn. Spelen met Bambergen. Oh, maar wij melden, dat we zeggen mens Brom en mens Bertram melden zich aan te bar als lieden met een nieuwe attractie. U weet toch zelf hoe August en haar onkel tuts zijn op nieuwigheden. En ze melden zich aan met het kleinste paleis van de hele wereld. Compleet met majesteit en hofhouding, alles op schaal. Komt dat zien, komt dat... Bambergen staat mee te kijken. Maar luister nu, majesteit. We kunnen echt het beste niet als bezoekers gaan. Want dan zijn Bertram en Hildebrand de enige die naar binnen kunnen. En dan moeten ze ons ergens achterlaten. Nu kunnen wij ook zo klein als we zijn mee naar binnen. En dan zien we misschien broer Jut wel. Hè? We zouden echt een attractie zijn. Als mijn vader het paleis alleen al had zien vliegen. Ja, maar...
Het is slechts bij wijze van entree, majesteit. U moet dat niet anders zien dan een kleine schets. Het is toch vermakelijk Bambergen te kijken. Eindelijk hebt u zin, maar het is een kermis geworden. Dat zit u in het bloed. Waarom loopt hij weg? Ge laat me zeker wel weten wat ge besluit. Dan zal ik alles regelen zoals ge me beveelt. Hij is werkelijk heel erg boos, hè? Beledigd. Ja. Ge kunt mens bier zeggen dat wij toestemming geven Bambergen voor zijn plannetje te gebruiken. Arnoud, ga jij even? Ja. Majesteit, was hij zo beledigd om wat u zei over dat hem in het bloed zat? Laat hem maar. Hij vergeet het wel. Wij waren even in droeve druk. Ziet hoe ja, maar hoe kan hij zo beledigd zijn? Betekent het iets wat u zei? Ambtenaar Ochterop en zijn broer zijn geboortig van Bar. Hun grootvader had er een eenhoornmolen. Zijn tante sprak de waarheid voor een stuiver. En zijn moeder was de dikke dame van Worp. Heeft u nog wat nodig? Wilt u alleen brood? Droog? Zeker omdat u een echt molenkind bent, hè? Altijd met meel te maken gehad. U moet wel wat ontbijten, hoor. Of bent u luchtziek? Nou, we vliegen niet hoog, hoor. En bij die heuvels zakken we wel eens wat, dus. Nou, gaan jullie mee? Ja. Oh ja, ik breng u ook nog een lunch. Dus als u wat nodig heeft, dan geeft u maar een gil. Dan horen ze u buiten wel. Voor de avond zijn we in war. War? Wie gaat er naar war? Oh, wij. Bertram gaat het ideetje van nu zelf uitvoeren. Gaat Broodspot naar waar? Naar de kermis? Naar het kleine paleis? Naar Jut? Ja. Kijk wat we het van terecht kunnen brengen, hè? Nou, tot... ik moet nu afsluiten. Sorry. Alleen brood? Ga maar terug. Ja, nee, ik had alleen maar een beetje bouillon. Dat had ik toch over, hè? Ja. En een meloen, toch ja. Over. Nou ja. Druiven. Anders toch weggegooid. Nee, ja. Oh, en brood nee. Ook. Oh. Lekker. Ja. Oh, en vruchtensap ook al. Ja. Oh. Heet het allemaal, William? We vliegen warwaarts. Mm-hmm. Arre majesteit heeft besloten. Mooi. Is er iemand bekend daar? We moeten ongeveer weten wat de situatie is natuurlijk, hè? De situatie weet ik heel correct. Vraag u maar. Wat wilt u weten? Oh, nou, mooi dan. We vliegen natuurlijk op kamerbreed. Maar zijn er geen vrienden of kennissen daar die ons kunnen helpen eventueel? Nee. War is verlaten. En de aardmarkt ook. En wat is dat voor iets, een aardmarkt? Komen er aardmannetjes of zo? Wordt er iets speciaals verkocht? Aardappelen. Leun niet tegen het paleis aan, dikke. Ik laat je de gevel eigenhandig herstellen, hoor. Als het paleis weer groot is. Vroeger verkochten ze op de aardmarkt wat de kobolden uit de mijnen haalden. En vroeger was het er erg druk. Ja, en de dwergen van de Elvenbocht, die kwamen daar voor hun zilver, voor hun wiggelstokken. En Herman de Faun en Joris de Saten van de Bergbokken, die kwamen er voor goud. Voor een, voor een fluiten. En te midden van dit gewoel was de kermis. Oh, nou, dat is interessant. Dus als ik het goed begrepen heb, zijn die mijnen uitgeput. Maar die kermis komt nog elke keer terug op de plein. Ja. Van Augustijn en Ranonkel. Dat was een pretpaleis. Mm-hmm. Zijn u een plein? Ja. Het is geen plein. Het is een holenpunt. Een wat? Een holenpunt. Een schachtenknoop. Punt van samenkomst van de... Nou, van duizend gangen. En waar al die schachten van de mijn dus samenkomen, daar was vroeger de warmarkt. Wilt u daarmee zeggen... Bedoelt u daarmee dat... Ja. Bedoelt u daarmee dat die aardmarkt onder de grond is? Ja. Zelden iets goed zou mijn moeder zeggen.
Wat een Oogtrop, een zoon van een dikke dame. Een kleinzoon van een carouseleigenaar. U hebt hem beledigd, majesteit. Wij waren onszelf niet. Maar wij praten met hem. En hij maakt het goed. En wij lachen weer. Nee, zo is het geloof ik niet. Wat? Wel, ik geloof dat u het een beetje moet goedmaken, majesteit. Wel, nee. Wij draaien bij. En dan ligt de wind en alles is goed. Alles is geregeld zoals ge bevolen hebt. War wordt in de avond bereikt. Wij landen op de vlachten in Schoppen. En vandaar wordt een plan uitgestippeld. Hebben wij nog iets te zeggen? Wij bedoelen, valt er nog een besluit te nemen? Juist, ja. Wij geloven dat alles beter verloopt dan we hadden kunnen wensen. War in de avond. Ja. Zijn mens Bertram en mens Brom reeds verzorgd? Dat is waar ook. Die arme reus hebben nog niks gehad. Ze moeten toch wat eten. Wij in ons klein paleis hebben wel, maar zij zitten daar hoog in brekend zand. Mens Bertram en mens Brom, baron van Laar, hebben reeds een koe en een kalf gehad, een heel paard half, een os en een stier en 7 tonnen bier. De voorraadkamer is half leeg. Wij vragen verlof. De molen moet draaiende blijven. Dat zit mij in het bloed. Ja, wat zeg je nou, miezig te niks, man. Ik ben maar een uur aan het uitsloven omdat Bertram wil dat de kasteel een goede beurt krijgt. Nou, het een beetje handzaam is. En jij zegt maar niks te doen. Ja, daar ben ik dan begon voor. Ze weigert alles. Ze wil alleen maar brood. Ja, dat denk ik maar liever aan andere dingen. Want dan hangen ze dan wat boven het hoofd, hoor. Ja, jou niet. Nee, maar Bertram en mij. Jullie zitten al straks als gouden hamstertjes in een kooitje. Maar wij kunnen de kastanjes uit vuur halen. Ik ben nou piepklein en er is een heleboel gebeurd de laatste uren, hè. Maar ik kan nergens anders aan denken dan... Nee, jongen, jij moet ook niet denken. Nee. Als jij denkt, komt er alleen maar ellende van. Kijk, er zijn mensen die denken wel eens en die hebben er wat aan. Maar bij jou niet. Bij jou komt er alleen maar ellende van. Heb jij wel eens iemand bemind? Daar begin ik niet aan. Nee, dat komt omdat je onzeker bent. Kijk, ik ben ook onzeker. Wij zijn onzeker. Ja. Nou, ik begon ben, zou ik ze wel eens vliegen van me af moeten slaan. Ja, de vrouwen bedoel ik. Oh, ja? Want er is de vrouw al begonnen, hoor. Ja, knappe man en een titel. En een kasteeltje zo hier en daar. Oh ja? Zeg, zou dat mij ook helpen, denk je? Wat bedoel je, zo'n titel zoals ik begon? Ja? Ja, natuurlijk, jongen. Ja? Dat is toch het hele eiereten. Ja. 2 lelie op je broek. En je zit een roze. Zeg, zou je mij dan niet tot ridder kunnen benoemen, hè? Of, markies, iets kleins mag ook best, hoor. Hè? Zou dat niet kunnen? Ik bedoel, ik heb ook een heleboel avonturen meegemaakt. Ik ben supporter geweest in de poedelpool, weet je wel? Ik heb je erin gesleurd. Kees, hè? Het publiek krijgt nooit de prijs. Toejuichen is niet moeilijk. Maar het gaat om de centrale figuur. Kijk, en dat ben ik. Hè? Ja. Maar ik wil wel eens een goed woordje voor je doen, hoor, bij de koningin. Als ik op een adellijke middag zit thee zit te drinken of zo. Of op een soirée. Ja, zeg, maar kan dat niet wat eerder? Ik bedoel, dan kan ik al meteen naar zo'n meisje toestappen. Hè? Dan kan ik zeggen van, hier is Marquise Coffey van Carabas of zoiets. Hè? Wilt u mijn financier worden? Hè? Marquise Coffey. Ja? Laat me toch niet lachen, man. Kijk, die naam die moet je afkopen. Dat kan gewoon niet. Er moet een andere naam bekomen. Oh. Maar je hebt gelijk, Ja? Je overweldigt je mevrouw natuurlijk wel mee, hè? Ja, ja. Kijk eens of er een gewone poortwachter binnenkomt of iemand van adellijke bloeden. Tuurlijk. met een deeg opzij. Dat hakt erin. Ja. Nou, moet je luisteren. Jij bent mijn vriend, hè, Hildebrand? Lidwintje, moet je luisteren. Hildebrand zegt net... Nee, wacht. Ik neem de proef op de som. Hier. Ik ga nu een proef nemen. Blijf staan. Kijk maar aan. Wie zit hier? Nee, serieus. Huh? Ik bedoel, wat ben ik? Wat? Een brutale en een gekke vraag, hoor. Nou, ik zou zeggen, een vriend van ons misschien. Een hamelaar of zo, hè? Ja, vriendelijker. Oh, nou dan, een leuke, lieve, aardige, eenvoudige jongen. Oh, stop, ja. Het is gelukt. Ja, eenvoudig, zei ze. Huh? Ze zei eenvoudig. Je hebt gelijk, Hildebrand. Ik heb altijd gelijk. Ja, je hebt gelijk, ja.
Nou ja, Hildebrand zegt ook net, ik bedoel, een vrouw die wil weten wat voor vlees in de kuip heeft. Of je een gewoon eenvoudige jongen bent, of dat je een adellijke ridder bent of zo. Ja, maar luister nou eens, Arnoud. Huh? Dat meisje Jul, dat is een molenaarsdochter. Die is zelf helemaal niet van adel. Ja, nee, dat weet ik ook wel. Maar daarom zou ik het zo graag willen overweldigen. Ik bedoel, misschien overweldig ik haar dan daarmee misschien. Ja, misschien wel dubbel ook. Laat je niet van de wijs brengen door die vrouwen. Ze zeggen dat ze niet belangrijk vinden als je belangrijk bent. Maar heb maar zijn titel. Hè? En merk dan eens hoe door iedereen behandeld wordt. En overal, door iedereen. Hé, hey, stomme idioot. Ezel. Ogenblikje. Ja, wat is er? Wat is er? Wat is er, man? Ik heb vannacht ook geen oog dicht gedaan, hoor. Jij zou eventjes op het landschap letten terwijl ik aan het pitten was. Nou, het landschap is dan niet weggelopen? Nee, nou, daar is de grens. De grens? Ja, van waar? Daar bij die kale rotsen daar. Ja, en waar die dampen dan zijn, dat is de plek waar we ongeveer de grond in gaan. Ho, niet zo snel. Eerst even de kat in de boom kijken. Nou, jongen, er zijn helemaal geen bomen, hoor. Je kan kijken dat je naar ons weegt. Ja, maar kijken kost niks, hoor. En als je de aarde wegzakt, dan kost het misschien wel wat. Jij bent een bange wezel, hè. Wat kan er nou op zo'n kermis voor echt gevaarlijk zijn? Zich mee bemoeit. Zou jij dan een goed woordje bij de koningin kunnen doen voor me? Ja, ik bedoel, Marquise. Marquise, dat vind ik wel erg aardig, hoor, Marquise. Arnoud, je hebt Marquise voor je ogen. Je ziet ook niks. Wat? Je gaat gewoon op zo'n meisje af en zegt het. Je gewoon op zo'n meisje af en zegt het? Ja, duidelijk, ja. Duidelijk, ja. Ja, maar ik ben niet zo duidelijk. Maar, Arnoud, wel aardig, hè? Ja? Ja, bijvoorbeeld, nou, je verzin maar wat, hè? Iets eerlijks, bijvoorbeeld. Iets eerlijks? Ja, maar dan moet ze me helemaal niet meer. Nou ja, zeg, dan dondert ze maar op. Wie zou jou nou niet willen hebben? Ze kunnen hun handen dichtknijpen met iemand als jij, Arnoud. Ja, maar dat moeten ze niet doen, hoor, nu ik zo klein ben. Hildebrand! Ja? Kom eens! Help Arnoud eens! Met een simpel akkoord, hopen dat je de woorden hoort. Ik ben niet mooi geboren, ik heb een dunne hals en grote oren. Mijn moeder zei, jij hebt reeds gesukkeld als kind. Met een piepende adem als de herfst begint, als de herfst begint. Zo heb ik verder ook een heel erg verstopte neus, vaak rood ontstoken. Mijn moeder zei, ik vraag me af of jij iemand vindt. En zie daar, het is zomer, ik ben onbemind, ik ben onbemind. Maar ik kan liedjes zingen waar je zacht bij wiegt. Ik kan klappen met mijn handen in de maat. Ik kan grappen maken als je mij bedriegt. Ik kan lachen als je komt, ik kan lachen als je gaat. Ik speel dit lied met een simpel akkoord, hopen dat je de woorden hoort. Ik heb nooit goed geroken, ik ben allergisch voor kaneel en tin. Mijn moeder zei, jij bent wel mijn lelijkste kind. Maar gelukkig voor jou is de liefde blind, is de liefde blind. Maar ik kan liedjes zingen waar je zacht bij wiegt. Ik kan klappen met mijn handen in de maat. Ik kan grappen maken als je mij bedriegt. En ik kan lachen als je komt, ik kan lachen als je gaat. Speel dit lied met een simpel akkoord, hopen dat je de woorden.
Maar ik kan liedjes zingen waar je zacht bij wiegt. Ik kan klappen met mijn handen in de maat. Ik kan grappen maken als je mij bedriegt. En ik kan lachen als je komt en ik kan lachen als je gaat. La 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 la. Mijn hart is vaak gebroken, ik moet op eigen vuur mijn potje koken. Mijn moeder zei, het is hard, maar de sterkste wind. En zie daar, het is zomer, ik ben onbemind, ik ben onbemind. Maar ik kan liedjes zingen waar je zacht bij wiegt. Ik kan klappen met mijn handen in de maat. Ik kan grappen maken als je mij bedriegt. Ik kan lachen als je komt, ik kan lachen als je gaat. Ik kan liedjes zingen waar je zacht bij wiegt. Ik kan klappen met mijn handen in de maat. Ik kan grappen maken als je mij bedriegt. Ik kan lachen als je komt. Ik kan lachen als je gaat. Liedjes zingen waar je zacht bij wiegt. Ik kan klappen met mijn handen in de maat. Ik kan grappen maken als je mij bedriegt. Ik kan lachen.